Welkom allemaal bij dit Keltisch Kruis met de Easy Tarot. Fijn dat je kijkt, liked, deelt, abonneert, doneert. Vele privé-readingen en healingen hebt aangevraagd. Ben je nieuw? Wees van harte welkom. Kijk even of het resoneert. Het helpt als je je abonneert, want dan ben je energetisch verbonden met mijn kanaal of kanalen. En ik ben een channeler, dus laat of vroeg, dan zullen de readingen meer en meer met je aansluiten, omdat ik jouw energie ook oppik. Ik heb meerdere kanalen. Ik heb laatst nog een nieuw kanaal gemaakt, in de zin van, was Engelstalig, dat liep niet zo goed, dus ik heb daar een Nederlandstalig kanaal van gemaakt, dat heet Philomena Tarot. En die staat hieronder, en daar post ik alle sterrenbeelden op, dus ga zeker ook kijken daar, want er zal vast iets voor je bij zitten. Wat mogen wij weten, spirits en guides, voor deze Keltische kruisreading? Je hebt meer kracht in je zitten dan dat je denkt. Je hebt meer doorzettingsvermogen. Je hebt veel meer in je mars dan dat je denkt met deze krachtkaart. Het kan ook zijn dat je te maken hebt met een leeuw die eerbied heeft voor jouw kracht, dat wat je uitstraalt. Het kan zijn dat deze persoon ziet dat jij steeds sterker wordt, meer en meer in balans komt. En dat ze zien dat je bijna zover bent om met hen te gaan samenwerken. Iemand wil graag met je samenwerken. Maar iets houdt jou tegen. Wat houdt jou tegen? Een bepaalde missie, een bepaalde visie, iets waar jij geïnspireerd van raakt, iets waar jouw liefde voor voelt, iets wat je wil, een focus waar jij op gericht bent. Judgment, oordeelkaart. Je hebt bepaalde inzichten ergens in gekregen. En daar ben je nu nou mee aan de slag. Dan geef je wensvervulling. En de ander die kijkt en ziet dat en hoopt op een samenwerking met je. Je gaat communicatie krijgen van deze persoon middels een oproep van: wil je graag dit voor ons doen? En jij staat dus voor die beslissing. Ga ik hier wel of niet in investeren? Ik heb het gevoel dat jij er niet zo goed gevoel bij hebt. Waarom de 7 van zwaarden? Je krijgt een bepaald onderbuikgevoel hierbij. Dat iets niet oké is. Waardoor je eigenlijk die samenwerking niet wenst. Wat mogen wij nog meer weten over die 2 van zwaarden? Er is amper communicatie.
Daardoor voel je je in de steek gelaten. En nu wordt gevraagd om van jouw kant om opnieuw te investeren. Ik denk dat je je richt op wat voor jou goed is, wat voor je gezin goed is, wat jouw balans brengt. Er wordt bevestigd, je wordt een hond. Dat je trouw en loyaal aan jezelf bent en dat je dat gaat communiceren naar de ander. En dat ze nog geduld moeten hebben. Dat jij wel aangeeft wanneer je eraan toe bent. Dat je erover na hebt gedacht en dat dit is wat je hebt besloten. Dat je voorlopig niet met hen in zee gaat. Dank je. Dank je hiervoor, lieve spirits en guides. Ik voel me aangetrokken om nog wat advieskaarten te trekken. Welk deck, spirits? Ik hoor een ambulance. Wat proberen jullie te zeggen, Spirit? Focus op jezelf, hoor ik. Focus op jezelf. Work your light oracle mag ik gebruiken. Je gaat door een transformatie en ik denk dat je dat eerst af mag maken voordat je aan iets nieuws begint of voordat je aan deze samenwerking begint. Wat mogen wij nog meer weten over die samenwerking? Dat je intuïtief weet van wanneer je wel en wanneer je niet met deze persoon in zee wil gaan. Wat mogen wij nog meer weten? Wanneer je wel en wanneer je niet toezeggingen doet. En wanneer je dus bereid bent om uiteindelijk wel of niet die stap te zetten. Dat is aan jou. Dat ga je intuïtief aanvoelen. Het moment is nog niet daar. Je wordt nog begeleid. En jij wacht als het ware, want je zit in die transformatie op die ontwakening. En dan pas ben jij zover om dat nieuwe hoofdstuk aan te gaan pakken. Dan sta jij in je kracht met deze pilaar van licht. En dan voel je je goed. En ga je ook de keuze maken om die samenwerking aan te pakken, om die te omarmen. Eerder niet. Je zit nu nog in die torenmoment. Moet iets nog uitgezuiverd worden voordat die transformatie kan plaatsvinden. En tot die tijd geef jij je grenzen aan. Tot die tijd geef je aan van: het is nu nog niet de tijd. Ik luister naar mijn intuïtie en mijn intuïtie zegt nu nog niet. En dat is goed, want je voorouders, je gidsenteam, engelen, met wie je dan ook contact maakt, die helpen jou bij de juiste keuzes maken. En wanneer jij wel of niet bereid bent om uiteindelijk die stap te zetten met deze dwaaskaart. Dan doorbreek je die ketting. Die ketting van patronen, van healing,
hè, waar je hier nog doorheen gaat met die transformatiekaart en die toren en die grenzen. Dus wanneer je er klaar voor bent. Nu ben je er nog niet klaar voor, dus word je nog beschermd. En sta je nog voor de keuze van wat is het beste voor mij? Onderaan het dek. Je wacht tot je uit je kokonnetje komt, dat je het licht ziet en dat je het juiste fundament, oftewel Divine's Plan, kunt volgen. En je gaat vanzelf, via deze hoge priestereskaart, ga je dat doorkrijgen. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. Namaste.